Zal ik mijn middelvinger opsteken? Nee. Ja! Ja, pik. Het staat letterlijk op een bord. Wat denkt hij nou? Oh, wat? Oh, wat? Jawel! Goedemorgen, jongens en meiden. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag. En zoals je kan zien ben ik op dit moment achteruit aan het rijden op de oprit van mezelf. Ik heb namelijk vandaag gelijk hier in de ochtend een afspraak voor een fotoshoot, als het goed is. Mijn moeder die heeft dit namelijk allemaal geregeld om een leuke fotoshoot te doen met z'n vieren. Oftewel dus gewoon het hele gezin. Want onze foto's die we gemaakt hebben, en daar bedoel ik deze mee, die mag echt wel een keer vervangen worden. Want dit is niet normaal. Dit is echt gewoon in het begin van YouTube, toen mijn ouders hun kanaal aanmaakten. Toen is die foto ooit gemaakt. En ze hebben nog steeds hun intro daarmee. Alles daarmee. Dus mijn moeder die wil die een keer vervangen hebben. Wat ik echt compleet begrijp. Maar een hele goede morgen dus, jongens en meiden. Welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dus weer een prachtig, lekkere, zonnige dag. Wat top. Mijn moeder heeft ook heel specifiek gezegd. Trek wat leuks aan. Doe wat leuks aan. Nou, ik weet niet of dat gelukt is. Ik heb gewoon een blouseje aangetrokken. Ik dacht, ik doe eens een keer netjes vandaag. Dus vandaar. Ik moet dus nu... Oh, wacht even. Mijn camera die vliegt door de bocht heen. Ik moet dus nu naar Breda. Oh jeetje. Zo. Wat ik wilde zeggen. Ik moet dus op dit moment naar Breda. Want daar is de fotoshoot. Dus let's go. Ik heb trouwens ook maar gewoon even een normaal shirt meegenomen. Zo'n roze shirt waar je mij 9 van de 10 keer in ziet lopen. Zoals jullie weten draag ik namelijk niet altijd blouses. Dus ik weet niet of het helemaal eerlijk is als ik op deze manier zo netjes op de foto ga. Oh, welk nummer hebben wij op staan? Laten we even harder zetten. Woe. Lekker hoor. Snak naar adem als ik haar zie. Hyperventilatie. Oh, dit blijft zo'n topnummer. Die nieuwe is ook leuk, bootje. Even een vivertje en een broodje ei en rucola om de dag mee te beginnen. Wat een perfecte timing. Nou, zeker. Hé, hey, kijk eens even. Hallo. Kijk eens hoe mooi ik geparkeerd sta. Zo, nou prachtig joh. Ja, hé, hey, wat kan je dat goed. Goed hè. Hé, hey, kijk. Jij zei, doe je best op je kleding. Ik heb zelf schoenen aangedaan die waar je veters moet strikken. Oh hey. Ja, en in de kleur van je bloed. Ja, hé. Hey. Zo. Goed hè. Ja. Jullie weten denk ik nu al dat ik hou van instappers. Dus dat ik schoenen aan heb gedaan waar ik moeite voor moet doen, dat is wel een beetje apart. Hé, hey, speciaal voor de shoot. Ja, goed zo. Kijk eens even wie daar ook is. Hé, hey, mama zei, doe iets leuks aan vandaag. Is het niet gelukt of zo? Nou, ik sta me net te verkleden. Kijk, ik had eerst dit aan. Oh ja. En toen moest ik iets leuks aantrekken. Oh ja. Nou, je zag me net met een blouseje aan. Toch heb ik maar dit even aan moeten doen. Het is toch wat kleurrijk. Dat blouseje was een beetje ongestreken, want mijn moeder strijkt mijn kleding niet meer. Wat is er toch? Nee, ik heb al je blouses voor je vakantie gestreken. Oh, oké, oké. Okay. Maar we zitten hier met z'n allen. Nou, Melanie, je hebt ook niet geluisterd naar mama zei, trek wat leuks aan. Oh, we hadden het er net eens over dat blijkbaar op de foto die we in 2016 gemaakt hadden, dat Melanie gewoon nog een beugel. Ja. Besef hoe lang geleden die foto is. Doe niet eens lachen. En had ik nog heel bruin haar. Ja, ook. Heel donker nog. Dat is echt een oude foto. Dus het is echt lang geleden dat we dit voor het laatst en gedaan papa, hebben. Ik had ook bruin haar. Zo, dat is ook wat veranderd inderdaad. En mama had, die had daar nog geen rimpels. Nee, klopt. Oh. Nou. Ja, en wat minder vet in je gezicht had je daar wel. Nee. Gaan jullie mij ook nog roosten of... Nee, Kijk, over mij kan ze niks zeggen. Nee. Nou, de foto's worden daar gemaakt. Hallo. We gaan dus straks wordt het wat? Wordt het wat? Wordt wat. Ja? Ik moet even struggelen met de zon, maar... Ja. Ik kan het me niet voorstellen met zulke exemplaren hier naast me. Ja, we komen, zeg jij. We komen toch uit jou, dus ja, hè? Nee, we komen uit papa. Ja, ja ook. Nou, volgens mij... Ja, oké. Okay. Hij heeft ons gemaakt. Ja, maar we komen officieel uit mama. Denk ik, toch? Of is dat... Net als een zware bevalling. De volgende locatie. Nou, hier gaan we ook nog even leuk wat foto's maken. Je blendt wel mooi in zo met de achtergrond. De boot. Ja, kijk, je hebt hier dus een paar boten staan. Hier, die zit hier helemaal vastgemaakt. Is dat een aparte locatie waar we dit hier allemaal doen? Ja? Nou, lijken we net een leuk gezin. Ja. Jammer dat het allemaal voor de foto is alleen. Ja, allemaal nep, hè. Ja. Doei, ik ga weer. Doei. Als laatste locatie zijn wij aangekomen hier op het kantoor. En maar kijk eens even wat er voor ons staat hier. Boter, kaas en eieren. Of nou ja, wat is dit? Doodskop. En kruis. En kruis. Oké, kom. Ja. Oké, ik ben... Ben jij de doodskop? Oké, ben ik de kruis. Ja? Oeh. Oh, je speelt hem slim wel. Je speelt hem slim.
Ah, nee, nu kan er al bijna niemand winnen. Denk ik. Eigenlijk is dit, als je dit gewoon altijd goed door hebt. Nee, hier, er kan al niet. Oh, wat? Oh, yes. Jawel! Huh? Oh, ik had Wat? Ik wilde echt net zeggen van eigenlijk als je het gewoon slim speelt, kan er nooit eigenlijk iemand winnen, maar... Nee, ik liep eigenlijk al vast, want ik had hem, als ik hem hier had gedaan, had je hem deze... Had jij deze... Ja, dan had ik hem sowieso al gepakt. Hé, hey, lekker pik! Nou jongens, als je dit wil winnen, boterkaas en eieren, dit is de strategie. Waar begon jij mee? Weet ik voor, ik deed ook maar wat. Geen idee. Het blauwe doek wat je achter mij ziet. Dit is dus de laatste locatie waar we eens even leuke foto's gaan maken. Ik ben wel benieuwd naar het eindresultaat. Het kantoor ziet hier trouwens best wel mooi, kijk. Helemaal zo'n uitzicht. Doet me een beetje denken aan de hoge gebouwen in Rotterdam. En dit viel me ook op. Ik loop even overal doorheen. Hallo! Kijk, er staat een hele mooie boom hier in het midden. Vind ik ook wel gaaf uitzien. Zo in het midden van zo'n kantoorgebouw. Oké, Melanie krijgt een revanche. Nog een potje. Neem jij het kruisje, neem ik de doodskop. Oké, ik begin, ja? In het midden. Goed opletten nu, hè? We hadden net dus allebei gewoon niet door dat ik gewoon de drie op een rij had. Oeh. Ja, Mel, nu ben je alweer fucked. Hoe kan dit? Hij weet gewoon twee keer. Ja, maar dat hangt er vanaf hoe je begint, hè? Nee, want hij begon net anders. Kijk, ik kan hem nu en hier leggen. Ja. En hier leggen. Nee, maar ik was de doodshoofd. Nee, dan. Nou, we zijn dus al de hele tijd bezig met foto's maken. Maar die willen jullie denk ik ook wel even zien. Dus kijk eens even. Dit is een van de foto's. Oh, ik moet even scherp stellen. Een van de foto's die gemaakt is. Nou, wat schattig. Wat een lieve familie. Leuk familie lijkt het zo, hè? Heel leuk. Lijken we zo. Ja. Nou, dat is allemaal weer geregeld. Die foto, zoals ik al zei, had echt vervanging nodig. We beseften echt die beugel gewoon van Mel. Niet normaal, jongen. Wow, wat een parkeergarage is dit. We zijn dus midden in Breda. Kijk even, dit is wel lijp, want je gaat dus helemaal hier naar beneden. Dit is echt heel de parkeergarage gewoon op. Oké, wacht even, gassen. En dan hier, ja kijk, hier links heb je gelijk alle treinen. Slim, dat is wel nice gemaakt. Ik kom thuis en kijk eens even wie die hier nog lekker lui met de dikke buik op de bank ligt. In de pyjamaatje gewoon nog, hallo. Ik heb een hele fotoshoot net al gedaan. Deze ligt gewoon nog lekker te maf op de bank hier. Jeetje. Lekker hoor. Hè? Mag ik even? Ja hoor, je mag wel even. Oh, wat heerlijk. Eindelijk even lekker zon. Ik ben dus wel echt benieuwd wanneer en hoe lang het duurt voordat deze plek wegtrekt. Het ziet er namelijk echt niet uit. Ik heb juist zo'n mooi gras. Dit verpest het echt helemaal. Wij hebben thuis hier een prachtige la. Kijk eens even wat erin ligt. Hey, dit is leuk. Pokémon. Nou, dit ga ik even... Zo, oh, dat was wel heel hard, jeetje. Sweetened corn puffs with marshmallows. Oké, okay, is dit echt voor in de melk of is dit voor in de yoghurt? Deze komt dus ook uit Amerika. Dat verkopen ze ook blijkbaar niet in Nederland. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit eruit ziet en hoe het proeft ook. Kijk even wat schattig. Nou, het zijn wel een beetje misvormde Pikachu's. Je betaalt wel echt voor saus weer. Kijk dan even. Dan hebben we hier nog één. De Dunkin Caramel Macchiato komt ook uit Amerika. En hey, wow, wat zie jij er opeens anders uit? Kijk eens even, lasjes aan. Oh. Ja joh. Lekker hoor. Ik ga deze proeven. Ja, is goed. Deze ziet er wel lekkerder uit. Dit lijkt op kattenbrokjes. Gooi het er eens in? Nee. Oh, het is volgens mij ook echt niet lekker. Jongens, ik heb net ook een hap van deze genomen. Ga je het niet doen? Nope. Ik ga het gewoon niet proberen. Nou, deze is... Mwah. Het is prima te doen. Ik zou die nog een keer kopen, zeg maar. Nee, check dit dan jongens. Kijk even, sniesje. Sniesje, mag ik jouw hoofdje even zien? Kijk even, hij zit helemaal yoghurt leeg te drinken en hij heel, of leeg te eten, allemaal yoghurt op zijn gezicht. Poes, hij zit helemaal onder de yoghurt. Dit is zo'n dik katje, hè? Sniesje. Tijd om de deur uit te gaan. Wij gaan namelijk, oh, even kijken. Oh, jeetje, wat een talent ben ik. Wij gaan namelijk naar mijn ouders toe. Oh, hey, de auto gaat open. Ja, dat heeft de sleutel. Check dit even. Ik leg het even neer. Kijk, helemaal smerig is alles opgedroogd hier op de auto. Ik ga hem niet meer wassen voor de deur. In dit water zit waarschijnlijk echt veel te veel kalk. Oké, challenge. Jij drukt op het knopje om dicht te doen. Ik schiet de bak weer. Ja? Oké, druk maar op het knopje. Er zat één poep aan de bal. 3, 2, 1. Nee. Oeh. Lukte niet. Laatste poging. Hoppa! Hey! Moet je er even naar binnen om je handen te wassen of niet? Ja. Oh, zo leuk. Even de deur open doen met de telefoon.
Zo leuk die ene. Oh, hoor het geluid even lekker. Als je hier een paar dempers uithaalt, komt ook echt een sick geluid uit zo'n Porsche, denk ik. Het is trouwens een zachte bal gelukkig, dus geen schade. Het is een uur rijden naar mijn ouders toe. Goedemorgen. Zo. Dat heeft dus met een speciaal iets te maken. Dat gaat de komende 2 jaar waarschijnlijk zo zijn. Super stom. Ik zal het jullie straks even uitleggen. Normaal is het dus ongeveer, ik denk een half uurtje, 35 minuten. Maar nu is het gewoon bijna een uur dus. Ik hoop stiekem dat dat niet helemaal klopt. Maar het is nu 17:03. We gaan kijken hoe laat we precies op de oprit aankomen. Check deze auto. Wow. Die is smerig. Hoe krijg je het voor elkaar om je auto zo smerig te krijgen? Wat moet je dan doen? Ben je dan gewoon te lui naar de carwash te gaan of wat? Hoe krijg je hem zo vies? Kijk, dit bedoel ik. Hoe dan? We komen trouwens nu al in de file te staan. Het verhaal is dus zo. We gaan straks de Haringvlietbrug over. En die brug die staat dus eigenlijk, om het zo maar te zeggen, misschien op instorten of weet ik veel. Er moet in ieder geval allerlei onderhoud aangepleegd worden. Maar ze hebben dus de komende 2 jaar hebben ze geen tijd om die brug te onderhouden en om hem te renoveren of weet ik veel wat ze er nou precies allemaal mee moeten doen. Dus ze hebben nu een regel ingevoerd dat je de komende 2 jaar in plaats van 100 tot 130 maar 50 mag op die brug. Nou, het is best een lange brug. Er gaan heel veel mensen per dag overheen, dus dat gaat echt zieke files veroorzaken. Alleen, ik vind het best wel een eng idee, zeg maar. Mensen moeten dus nu expres zachter gaan rijden, omdat, wat gebeurt er anders? Stort de brug dan in? Ik bedoel, wat als iedereen nu gewoon 130 blijft rijden de komende 2 jaar? Wat zou het zijn? Ja, ik weet het ook niet. Dat is best wel een eng gevoel, toch? Ja, stel je voor dat je... Ik bedoel, we kennen allemaal die beelden dat bruggen instorten en weet ik veel wat. Maar daarom staan we dus nu al in de file. 2 jaar, hè? Dat is echt vet lang gewoon. En Jaden en ik vroegen ons ook af, is het dan omdat je dan zachter over de brug rijdt, is het dan dat je dan zeg maar de brug minder slijt dan wanneer de 130 overrijdt? Of... Ja, je moet er toch sowieso overheen. Je moet er nou hard of zacht overheen. Ja, dan kan je er beter snel overheen gaan. Ja, dan ben je aan de overkant. Oh, allemaal van die auto's. Allemaal van die auto's die nu expres eraf gaan hier. Via het tankstation dan de file proberen te omzeilen. Oh, daar krijg je echt een dikke boete voor, hè? Oh. Zullen we het ook doen? Nee. Zullen we het gewoon doen? Nee. We kunnen het proberen. Nee. Hoe duur is die boete? Volgens mij is die boete echt 200 euro ook, hè? File omzeilen. Ja? Ja. Kijk, heel veel auto's. Ineens moeten die rechten gaan naar een tankstation. Ineens moeten er heel veel naar een tankstation. Ik geloof er helemaal niks van. Er staat hier ook een bord. Niet naast elkaar rijden. Het gaat er dus om dat je niet naast vrachtwagens op de brug moet rijden. Nou, dat zit ik dus precies nu wel. Dus ik moet even doorrijden. Er was zelfs een artikel over online gekomen in het AD volgens mij. Dat je dus niet naast een vrachtwagen kan rijden omdat de brug daar nu gewoon te smal voor is. Lekker hè? Echt een fijn gevoel allemaal. Ja, beter gaat die vrachtwagen even weg. Pik, hey, hallo. Hallo, Pik. Wat wilt hij nou erbij? Ja, Pik. Doet hij nou? Ja. Het staat letterlijk op een bord, wat denkt hij nou? Is hij nou gek? Ja, hij wilde mij niet tussen laten, is hij gek of zo? Gaat hij niet stilstaan hier? Hij is nu aan het klappen, hij was aan het klappen naar je. Ja. Oké. Okay. Zal ik mijn middenvinger opsteken? Nee. Ik vind dat ook eng. Hij kon mij al lang zien aankomen. Ja. Ik zat voor hem. En hij staat echt niet naast een vrachtwagen. Ja. En hij blijft echt naast je rijden. Ja, daarom. Ook nog eens wat ze gedaan hebben, is ze hebben een flitspaal neergezet. Dus je mag ook echt niet harder rijden dan 50 hier. Dit is dus trouwens ook heel de brug. Kijk, nou, kijk maar naar rechts. Naar rechts? Dus je wilt hier niet naar beneden vallen, zeg maar. Nee, liever niet. Nee. Moet je vrachtwagen toch langs? Nee, hè? Nee. Ik mag van Jaden niet mijn middelvinger opsteken, jongens. Vrachtwagen... Nee, ik haat dat. Hoezo? Wat wil hij doen? Nou, kijk, een middelvinger heeft ik totaal geen nut, hoor. Maar een beetje... Hij ging... Zo naar mij zitten doen, zo. Terwijl hij mij moest laten invoegen. Maar moet ik dan stil? Ik kan toch niet stil gaan staan om te snel gaan wachten tot die vrachtwagen langs is. Wel grappig hoe Jaden mij dan zeg maar nu kalm houdt in zo'n situatie. Als ik alleen was geweest. Nee jongens, ruzie in het verkeer heb je helemaal niks aan. Nee, dat vind ik ook echt niet leuk. Zo zinloos. Maar je hebt soms zulke, en ik wil niet zeggen dat die man dat net was hoor, maar je hebt soms zulke idioten op de weg. Niet normaal, of die gaan zitten uitdagen. Vooral als je, dat merk ik, als ik in de Ferrari rijd. Wat een idioot heb je dan op de weg die voor je gaan zitten, met je willen racen, weet ik voor uitdagen. Niet normaal. Maar ja, deze man liep mij er gewoon niet tussen, dus dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar ja, dat allemaal over de brug. We zijn bijna bij mijn ouders. Quizvraagje, we zijn een oude tongen jongens. Wie weet waar dit voor is? Dit is een standbeeld. Dus wie heeft met een ramp uit Nederland te maken? Kijk, dit is hem. Weet je al wat het is of niet? Nee. Nee?
Wat is het dan? Oh, dat ga je nu niet zeggen. Nee, dat ga ik nu niet zeggen. Nee. Goedemorgen. Komt hij er maar uit. Hallo. Het is al 6 uur. Oh. Ja, hé, hey, wat is de precieze tijd? Hoe laat zijn we aangekomen? 18? 6, 18 uur 3. 18 uur 3. Ja. Oh, daar hebben we er precies een uur over gedaan. Ja? Wow. Wij zitten hier met het hele gezin. Ja. Hallo. Hier huh? Jordan zitten. Ja, dat zeg maar wel steeds. Wie is Jordan? Oh ja, dan is het ook. Nee, grapje. Oké, okay, maar we hebben dus een verrassing voor moeders. Ik heb het ook niet verteld in de vlog. Wij hadden het net ook pas net. Nou, vertel eens. Nou, ik ga het even opzetten. Oké, okay, wij gaan namelijk... Nee, niks zeggen. Oh, ja, maar dan moet je wel zeggen wanneer. Ja, we hebben het net. Het is op je verjaardag van 4 oktober tot en met 8 oktober. En we gaan naar... Wacht even. Wat naar? Naar? Jeetje. Cliffhanger. Ja, komen we terug naar? Ja! Naar Milka! Ja! Naar Nivea! We gaan naar... We gaan naar... Ja! Europa Park! Europa Park! Echt waar? Ja! Super! Maar dan echt ook in zo'n themauto. Europa Park? Is een heel leuk pretpark in Duitsland. Ja. Een van de, nou, misschien wel een van de leukste van Europa misschien ja, wel. Europa Park, ja, snap je? Nee. Kijk. Oh. Leuk. Worden leuke vlogs. Top. Oké. Het is Marcel Latoy tegen Giovanni Latoy. Ja, we hebben de oude knakker hier. Ik moet even het gras afvermaken. We hebben daar een mooi doeltje. Ja, die moet de bal opgooien. Dan moeten wij proberen om zo snel mogelijk een doeltje te gooien. Of te schieten. Te gooien. Oké, okay, ja, te gooien. Ja. Ja. Marcel! Vrij trap, hè? Ja, maar het is een vrij trap. Ja, ik moet die schoenen uittrekken. Oh, even wat op Crocs, jongens. Oh! Oh, en dan nog mis. Nee, hij gaat wel uit. Buitenspel, buitenspel. En ja, dan gooi je de bal op. En... Hey! Overtreding, overtreding! Hey, zelfs nu blijf ik nog staan, hè? Alles mag, hè? Zag je die ook? Zag je dat blij? Ja, dat was ik zo voordat ik aan YouTube deed. Voordat jij YouTube deed, zat je in het Nederlands elftal. Ja. Nee, ik voetbalde bij Jong Feyenoord, maar ja, ik kreeg kniebestuur en toen. Is niks geworden, man. Kijk, ik kan echt niet voetbal. Heb je talent niet van je vader of wat? Nee, maar ik had ook geen talent met voetbal vroeger. Jezus, maar jij bent wel op een... Ja, maar je speelde toch bij Jong Feyenoord? Oh, ja. Voel je al die mos open niet? Nee, dat zijn smoesjes, Marcel Latoly. Oh, nee, dit is... Rode kaart, rode kaart! Penalty! Penalty voor Marcel. Ja, penalty voor Marcel. Zo! Ik merk wel dat mijn conditie niet meer... Ik wilde net zeggen, je had een hartslag alsof je Usain Bolt hebt ingehaald. Ah. Oei, oei, oei. Hé, hij heeft expres de schoenen aangedaan. Ja. Je dacht dat het daar aan lag. Ja, het scheelt sowieso de helft. Oké, we hebben de bal. Winnende goal, ja? Ja, is goed. We wachten even op de camera, vrouw. Nou, jongens, de winnende goal. Ja, wat is het? Nee, nee. Nee, jij duwt echt veel te veel. Jij zit echt zo bij je vader. Dit telt niet. Dat is gewoon, nee. Dat is gewoon nee. Duel gaan. Jij zou echt al 3 rode kaarten gekregen hebben. Ja, zo. Dit zijn rode kaarten. Ja, dat was 1 zieke pannen. Oh ja. Zag je die pannen die papa maakte? Ja. Nou jongens, dit wordt spannend, dit wordt spannend. Ja, ja, Marcel! Ja. En Marcel score! Ik heb geen... Papa, kom op, trek je shirt uit. Hup, hup. Jongens, ik ga even een grapje uithalen met de bezorger. Ik ga zeggen dat wij niet besteld hebben. Hoi! Dat is niet voor ons. Niet voor jou? Wij hebben niet besteld. Hebben wij besteld? Hè? Nee, we hebben helemaal niks besteld. Nee, grapje. Dankjewel, super. Dankjewel. Hoe is het? 33. Even kijken, het staat... 53. Ja. Ja. Ik ga dat even pakken. Die schrift je goed. Zes, denken we. Ja? Bedankt. 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 Bedankt.
Oh, dit was echt zo zielig. Hij dacht echt shit. Nou, kijk eens even, we hebben pizza. En ik heb hem... Hey, ja, oh ja, voor Max Verstappen. Hey, bijna hè? Yes! Bijna. Nou, ik heb wel een pasta jongens, in plaats van een pizza deze keer. Want de pizza die komt een beetje mijn neus uit. De Peppepoes! Peppy is echt een mixje van Sniff en Sneeze. Hij heeft het karakter van Sniff en de dikte van Sneeze. Oh, oh wat lekker, een pastaatje. Even een dikke shout-out aan deze meneer. Hoe heet het bedrijf? Hey, pizzeria Herkingen. Pizzeria Herkingen, nou. Ja. Sorry voor het grapje. Ja, ik heb een dikke foil gegeven hoor. Oh. Ja. Ja joh. En kijk eens hoe lekker die eruit ziet. Dus wordt niet gesponsord. Ben je nou cool omdat je een dikke... Nee, ik krijg wel een tikkie. Ik krijg een tikkie. Oh. Maar, nee, maar om een beetje goed voor. Ja. We waren gisteren net dronken. Oh, wie zit? Godverdamme, wie zit daar? Dat is een lekker ding. Jointje, lekker ding. Nee jongens, we waren gisteren net drankspelletje aan het doen. En er was een opdracht dat ik Melanie moest appen. Hey Mel, ik ben vreemd gegaan. Ik ben vreemd gegaan. Moet ik het vertellen of niet? Ja. En waar was jij toen je lag in bed? Ik lag in bed, ja. Ik ging slapen. Ik zat in één keer rechtop in mijn bed. Ja, wat had je geantwoord? Met wie en wanneer, dat soort dingen. Ja, toen noemde ik een bepaalde naam. Die gaan we maar niet noemen. Nee. Maar wat had je gereageerd? Ik had gezegd dat je het eerder moet vertellen. Eerlijkheid duurt het langst. Dat is het belangrijkste. En jullie? Ja, als jij echt wat had gezegd, ja. Jij bent toch ook 30 keer vriend? Nee. Oh, jij weet het. Ja, oh, ja. Nou, het duurt lang. Nou, ik dacht mannen onder elkaar toch. Dan kunnen we toch wel gewoon, zeg maar, bespreken. Ja. Nee, niet? Kijk, hij slaat rood aan. Oh! Oh! Hallo. Hey, kijk! Pizza is gewoon een beetje. Dit is een pizza. Wil je mij nog meer te vertellen? Nee, 30 keer? Hij is echt groot! Ah, we fokken hem maar. Of niet, hè? Dat weten we niet. Nou, dat wil ik net zeggen. Nou, je weet het toch? Nou, dat hoop ik. Oh ja, er wordt gebeld. Het gaat over ons verjaardagsfeest, hè? Ja, inderdaad. Weet jij iets? Wij weten al heel veel. Echt? Ik weet helemaal niks. Ik wel. Wij zitten lekker met z'n allen dus aan tafel. Het eten is allemaal weg. Was het een beetje lekker? Ja, ja. Hè? Ja, het was lekker. Ja. Mijn buikje is weer heerlijk gevuld. Oh, buikje? We zitten lekker na te tafelen. Ja. Hey. Grappig. Hey, ik had, hoe heet het? Ik had, was benieuwd, gewoon om jullie een vraag te stellen, zeg maar. Dat jullie hebben ook alle reacties gezien van Jade en mij. Of over Jade en mij op internet natuurlijk de laatste maanden. En wat dachten jullie eigenlijk als ouders zijnde van de opbouw van de relatie tussen Jade en mij? Oh. Wat wij dachten? Oh. Ik denk dat wij dachten wat de meesten dachten. Nou, de meesten. Dat ik een pedofiel ben. Nee. Als je echt alle comments las, het meeste was gewoon allemaal positief. Tuurlijk zien wij heus wel al die negatieve dingetjes, maar dat was vele malen minder dan ik heb ook heel veel goede reacties juist gezien. Dat waren er veel meer. Die zeiden, nou, het is gewoon pure onzin. Dat leeftijdsverschil. Ja. Als je gelukkig bent, en, dan schelen jullie. Nou ja, wij hebben hetzelfde meegemaakt. En toen werd ik ook van toen schreef ook iemand dat. Je vader is ook een pedofiel. Hallo. Oh ja, toen je met dat 11-jarige meisje ging, ja, toch? Nee, toen je 18 was. Ja. Hij zegt ook nee, daarom. Ik ben wel even serieus bezig. Mensen hebben leeftijdsverschil, dat slaat nergens op. Voor niks schelen eigenlijk ook 6 jaar, maar dat hebben we niemand verteld. Dat is niet waar. Nee, ik weet wel nog dat we hier een video aan het kijken waren. Het was de allereerste video die wij samen maakten. En dat was toen dat jij toen zei van, zo, is dat geen leuk meisje voor je? Toen zei ik, pap, de van normaal. toen zei jij, ja, nee. Maar toen was Jade inderdaad echt 14 nog. Ja, en ik wist haar leeftijd. Kijk, iedereen ziet ook wel dat ze is dan nu 17, maar ze lijkt ook best wel wat ouder. Ja. En dat was misschien toen ook, toen ik dat eerste zag, toen was zij, inderdaad bleek ze 14 te zijn en 15. En als ze 17 was geweest, had het ook gekund. Ja, ja, maar ze lijkt dus niet ouder. Ze is in haar gedrag ouder. Ook? Nou, ja, ook. Ja, en jij veel jonger. Maar ik vind wel, toen zij 14 was, dat zou ik wel jong gevonden hebben. Maar toen had je ook niks met haar. Toen heb je alleen maar video's opgenomen met haar. Want ook die comments lezen we wel eens, dat je toen al wat met haar had. Nee. Nee. En dat, was gewoon vriendschappelijk. Hebben jullie het ooit afgekeurd? Nooit. Nee. Nee. Yay! Jij? Nee. Nee, maar ik weet niet eens meer wanneer de eerste keer was toen ik jou zag, maar dat was echt gelijk superleuk en gezellig.
Ik weet het niet eens meer. Hey, kijk eens, we zijn weer op de brug en ze hebben rode lichten daar en hier gaat het over naar normale lichten. Nu mag jij raden waar dat voor is, lief schat. Waarom hebben ze daar rode lichten en hier wit? Voor de boten. Nee. Zo, ik heb de autotheorie nog niet gehad. Nee, dat heeft ook niet met autotheorie te maken. Ja. Ik heb me dus laten vertellen dat dat is voor vleermuizen. Of dat waar is, weet ik niet. Dus als iemand een beter verhaal heeft... Maar is rood voor vleermuizen of anti-vleermuizen? Anti-vleermuizen, volgens mij. Maar waarom doen ze dan... Ik heb geen idee. Ik vind dat als je zoiets weet, dat je dan ook moet weten waarom. Ja, sorry. Ik vind het echt halfbakken informatie. Ja, ik heb er echt helemaal niks aan. Nee, dat klopt. Na een uurtje rijden zijn we weer thuis. Oh, jongens, jeetje, ik ben echt... kapot. Jongens en meiden, ik hou het kort. Jij gaat de deur uit. Nee. Oh, stomme snoes. Oh. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het leuk om deze vlog vandaag weer te zien. En dan hoop ik jullie allemaal morgen dus om 5:30 weer terug te zien bij een andere vlog. Dus nogmaals, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg la!